Dus kijk jongens. We gaan weer een filmpje shooten. Kijk mee voor gezellig. Yo, welkom bij het ADO Journaal, de vrijdagbabbel. Het gaat een beetje regenen en op de achtergrond wordt er natuurlijk druk gediscussieerd over de spelers. De training zou niet hard genoeg zijn, het gras is nat. Noem maar op, wij staan zonder duikbril, zonder flippers. We staan er gewoon en we gaan tokken met somebody. Kijkt u even mee? Normaal gesproken alleen maar positief, maar ja, supporter die al 69 jaar komt, dus langer dan men. Je bent 76, ja, je zal het niet zeggen als je hem ziet. Maar die komt al een tijdje hier, maar je loopt 2 dagen al een beetje te klagen, vind ik. Ja, ik ben ook erg treurig. Ja, waar ligt het om, maat? Ja, ik weet het niet. Ik heb een paar keer die training hier bekeken. Ik denk dat er moet meer power in die training gelegd worden. Jij wil weer een beetje een zweep erover? Ja, natuurlijk. Dat moeten we hebben. Vanmorgen, dit was vanmorgen even leuk. Ja. Ja, dat ging eventjes. Maar gisteren was het toch een drama. Ja. Hebben we ook gezien. Er werd veel gepraat. Ja, te veel gepraat. Wat moet ik aan Maurice vragen dan? Nee, waarom hij zoveel praat? Ja, dat hij een keer die jongens eens flink moet afknijpen. Oké, dat ga ik vragen. Onderwijs. Ja, vraag het hem. Oké, doe ik. Van de dingen van de kijkduin naar het havenhoofd en weer teruglopen. Dat soort dingen, weet je wel. Daar worden ze hard van. Gewoon ouderwets. Ouderwetse training, zoals we het vroeger deden met Boskop. Met Boskop, met Adriaanse. Zo deden we dat vroeger. Lekker met Boskop en met JJ. Daar ging de Dat was 1830. 1830, de slag bij Nieuwpoort. Ja. Ja, knietje gezien. Kevin Jolsema, je bent geopereerd. Ja. Is het meegevallen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja. En dan komt het zwaarste, hè? Ja, zeker. Een paar maanden binnen. Ja. En dan pas weer naar buiten. Maar wanneer mag je weer wat gaan doen? Want ik zie je in het trainingsoutfit. Ben je al bezig met iets? Nee, ik mag een paar oefeningen voor mijn knie doen. Een beetje been optillen, maar ik mag hem niet buigen. En, dus je moet met een gestrekt been tillen of zo? Ja. Voor je bovenbenen ook? Ja, precies. En een beetje bovenlichaam trainen. Verder kan ik niet veel doen. Nee. Gisteren zag ik hier ook bij de training. Dat ik een beetje grapjes te maken tegen de jongens en zo. Je zit wel goed in je vel? Jawel. Ja. Ja, ik word gewoon overal geholpen door iedereen. Dus ik ben wel vrolijk. Gewoon, alleen moet wat beter in de wedstrijd, hè? Ja, hè, maat? Ja. Waar ligt het dan? Alleen een nat veld? Nee, ik weet niet. We hebben ook een beetje pech gehad de eerste paar wedstrijden, maar het komt wel weer goed. Als je naar ons team kijkt, maar we zijn er toch niet slechter op geworden? We hebben toch goede spelers erbij? Ja, ik denk dat we beter zijn dan vorig jaar, qua spelers. Ja. Dus, maar dat zeg ik, we zijn 5 wedstrijden verder en wij 5 dan, als enige. Ja. Maar het komt wel goed, denk ik. Okay. Zeker. Ben je dan wel op tijd klaar voor de na-competitie? Ja, dat weet ik niet. He? Moeten we zien. Okay. Het ligt aan hoe snel het gaat, maar ik hoop het. Ja, rustig aan. Iedere keer goed luisteren naar de mensen, niet te veel. Moet je nou nog steeds, want ik zag een foto van je op Facebook, dat je je buik moest prikken. Ja. Waar is dat voor trombose? Ja, trombose prikken, ja. Oké. Okay, één keer per dag. Dat moet je nu doen, omdat je te weinig beweegt? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, 3 weken lang ongeveer. Zie je, het is niet alleen maar eventjes een operatie, zie je, allemaal die poppenkast, want ze hebben dingetjes aan. Oh ja, want heb je nou aan de achterkant pijn, waar ze die peesjes weg hebben gehad? Ja, bij mijn hamstring, in mijn knie heb ik geen pijn, hamstring doet het meeste pijn. Oké. Okay. Ja. Nou maat, wetenschap en rustig aan, hè? Dank je wel. Top. We staan met Danny Holla. Danny Holla, de captain natuurlijk, maat. Verleden week natuurlijk een beetje ongelukkig niet voetballen, want jullie hadden je echt wat voorgenomen, dacht ik. Ja, klopt. En er zat ook nog een interland weekend tussendoor. Ja. Dus we hebben 2 weken vrij gehad en ik moet zeggen, dat is niet heel ideaal. Maar 2 weken geen wedstrijd, want jullie zijn toch niet echt al die dagen vrij geweest? Nee, oké. Nee. Maar je traint uiteindelijk voor een wedstrijd. En we leefden met z'n allen toe naar de wedstrijd van Vitesse. Dat we zelf vinden dat we ook iets goed te maken hebben. Ja, dan is het jammer dat die wedstrijd niet doorgaat. Ja, want dit konden we niet gebruiken natuurlijk. Nee, maar aan de andere kant moeten we dat misschien naar deze wedstrijd toe meenemen. Dat we nu extra gretig beginnen. Ja. Ja, want jullie trainen de hele week. Dan hoor ik van supporters, gisteren was ik hier ook met de trainer, zeggen ze. Ja, het lijkt wel of de zweep erover moet. Ze praten zoveel. Jullie praten veel. Er wordt veel gesproken. In wat voor vorm? Tijdens de training, als er dan wordt er iets gedaan, zeg maar. En dan daarna dan is het weer bij elkaar en allemaal praten weer. De trainers wat uitleggen. Ja, er moeten nog best wel veel dingen duidelijk worden. En we hebben ook weer een paar nieuwe jongens erbij. En je voelt ook in het veld dat het nog niet loopt zoals het vorig jaar liep. En die automatismes, daar zijn we wel heel veel mee bezig.
Want je team, dat is sterker geworden toch, denk ik? Ja, ik denk dat we een hele goede selectie hebben. Alleen, ja, we moeten het nu wel echt gaan laten zien. En, ja, dat begint vooral denk ik met z'n allen gewoon keihard te werken. Alleen wat ik daarbij zeg, is het ook heel belangrijk dat we goed aan elkaar wennen. En dat we ja, goed staan op het veld. En ja, dat is soms heel makkelijk of moeilijk uit te leggen hoe dat precies is. Maar ja, dat is wel belangrijk of je wel of niet in de duels komt. Supporters die zeggen dan, ja, ze lijken alsof ze niet gretig zijn. En zo. Jullie willen toch gewoon winnen? Ja, tuurlijk. Maar dat is ook logisch. Ik weet dat iedereen dat hier wil. En ja, dat spreekt voor zich. Zijn de supporters wat te snel, te kritisch? Nee, nee, ik denk dat we op PSV na niet goed hebben gespeeld nog. Dus ik denk dat het terecht is. Maar ja, het spreekt voor zich als wij zeggen dat we ook natuurlijk hartstikke graag willen winnen. En misschien hebben we dat nog niet helemaal laten zien. Maar ik weet zeker, als dat eenmaal komt en we zijn lekker bezig, dan kan het nog een mooi jaar worden. Maakt het uit dat jullie vandaag niet in het Kyocera konden trainen? Of maakt het niks uit? Nee, dat maakt niet. Volgens mij vorig jaar ook niet zo heel vaak daar getraind. Oké, man. Nou, goed weekend en ik hoop dat we punten gaan pakken, maat. Het zou goed zijn voor de club. Nou, hij is laat gekomen, maar hij is dat. Stel je even voor, maat. Ik ben Roland Taalberg, 23 jaar. Ik ben dit seizoen speler van ADO Den Haag. En welke positie? Nummer 10, dus aanvallende middenvelder. Hoppa, aanvallende middenvelder. Heb je het naar je zin? Is het leuk? Ja, zeker. Daar zijn we goed bevallen en tegenaan gaan morgen. Ja. Nou, je komt en dan hebben we meteen problemen met het veld. Speelt dat er nog in je gedachten van, goh, wat lullig? Nee, zeker niet. Morgen gaat het gewoon door en tegen Vitesse halen we nog wel in. Ja, ja, maar ik vraag me dan af. Je komt natuurlijk in een vreemd nest hier natuurlijk met allemaal van die Haagse gasten. En dan denk ik bij mij, ja, aanpassen misschien. Heb je er totaal geen last van, hè? Als ik je bezig zie in het veld, in ieder geval niet. Nee, zeker niet. Ik ken een aantal van de jongens ook. En dat speelt ook natuurlijk mee. Ik ben niet onbekend hier, dus dat is wel mooi. Oké, maat. Nou, ik hou je niet langer op. We hebben hem nou gezien, hè? En dan gaan we van het weekend zien natuurlijk. Ja. Ja, top. We staan met trainer Maurice Stijn. Maurice, verleden week wouden we natuurlijk, hè? We het omdraaien alles. Ja. En dan gebeurt dat gras. Heb je daar een idee over? Nou ja, goed, je moet je overgeven aan de mensen die daar wel verstand van hebben. Maar dat het heel vervelend was, is duidelijk. Want we konden ook niet trainen die week in het stadion. Dus het zag er al slecht uit. Nou, die wedstrijd gaat eraf. Dat betekent dat je je niet kan reverseren van de wedstrijd tegen Heracles. Dat je met een schorsing loopt die nog een week doorloopt. En ja, en ook deze week hebben we niet kunnen trainen daar zo. Dus dat is niet ideaal voor de voorbereiding. Maar goed, we gaan morgen spelen. En we moeten gewoon zorgen dat we morgen die 3 punten pakken. Wordt 10% van het veld, daar wordt nieuw gras ingelegd. Ken dan je dan de andere dag toch spelen of lijmen ze dat of zo? Ja, ik heb geen verstand van velden. Nee. Er is mij toegezegd door Piet Jansen dat we morgen gaan spelen. Dus dan vertrouw ik erop. Ja, want hoe moeilijk is dat om je team dat te vertellen? En hoe moet je ze dan maandags of dinsdags weer aan de gang krijgen? Want ja, ze bereiden zich voor naar een wedstrijd. Ja. En dan ineens is die wedstrijd er niet. Nee, ja, dat is heel vervelend. Nou, jongens waren al onderweg, dus dan hebben we ze nog op tijd kunnen bellen. En, nou, maandag was ook natuurlijk een rare dag. Wel of niet spelen woensdag, wel of niet spelen s'avonds. Uiteindelijk ging het woensdag niet door. Toen hebben we de spelers maar getrakteerd om op een pittig strand te lopen. Om in ieder geval even mentaal... daar komt het dadelijk ook op aan. Dus we hebben even pijn moeten lijden deze week. Ja, nou, daar wil ik het ook over hebben. Er staan altijd supporters staan hier. Ja. En nou, er staat er ook eentje, die ken je ook wel. Die komt al 66 jaar geloof ik, of 69 jaar bij de club. En die zegt tegen mij, ja, maar vroeger in mijn tijd ging de zweep erover. En dan kreeg je strandlopen. Ze praten zoveel, want hij ziet je constant. Is er iets gedaan, zeg maar 10 minuten, kwartier. En dan ziet hij je praten. Is dat omdat je de boel over moet brengen? Of waarom wordt er veel gepraat, maat? Nou ja, je bent praten hoort ook bij je vak. Je wilt uitleggen wat je van je spelers verwacht. Hoe ze moeten lopen, wat ze moeten doen. Dus dat hoort erbij. En de zweep erover. Wij trainen behoorlijk hard. Ook binnen vaak behoorlijk zware krachttraining. En wij doen heel veel in partijspellen en in positiespellen met loopvormen. Dus ja, daar hebben ze zat arbeid in. En soms kies je ervoor door gewoon lukraak te gaan lopen. En van de week hebben we ervoor gekozen op het strand te lopen. Top. Je team is helemaal fit. Ik zag Schet niet. Nee, Schet wordt geopereerd. Die is wat zeg je nou? Ja, die is er 4 tot 6 weken uit.
Wat heb je dan? Buikblessure. Jezus, ja, man. Ja. En dan liep je er al langer mee? Ja, liep er al even mee. Okay. Ja. Wat, een spier of zo? Ja, of iets? Iets aan zijn buikwand. Okay. Dus ja, die is er al even uit. Oh, dat is weer een dompertje. Dat is een tegenval. Kijk, het gras, daar kennen we niks aan doen. Nee. Want wij zijn alleen maar de dupe eigenlijk. Ja. We zijn geen partij in het gras. Maar ja, bij je spelers, als je dan zo'n blessure... Had hij die blessure al toen hij kwam dan? Nee, dat niet. Okay, dat niet. Maar ja, heel vervelend. Ja. Dus, dat zei ze. Maar je zegt altijd tegen mij, als ik vraag naar de opstelling... Dan zeg je, ja, maar ik blijf lang vertrouwen in jongens. Gaat er wat veranderen? Nee, dat is een beetje afhankelijk. Want ook Cabral had wat last. Dus we hebben vandaag in ieder geval... Ja, die had wat, iets aan zijn dij of ja, zo? Die had ook iets aan zijn bovenbeen. Ja. En Esaias had wat last. Dus we hadden heel veel mogelijkheden voorin. Daar blijven er niet zoveel meer voor over. Maar het lijkt dat ze fit zijn. Maar ik heb wel wat anders geprobeerd vandaag op de training. Om te kijken, mochten ze niet fit zijn, dat we kunnen schakelen. En dat zag er goed uit. Maar als je zo kijkt naar de hele week training... NEC moeten we hebben. Nou ja, dat sowieso aan de hand van de stand op de ranglijst kunnen we het ons niet veroorloven om morgen niet te winnen. Nee. Daar is de spelersgroep zich ook van bewust. We moeten morgen gewoon winnen. Oké, laten we dan morgen maar beginnen, maat. Ja, toch? Oké, top. Thanks. Was Maurice Stijn. Nou, we hebben met iedereen gesproken. Jullie hebben je maaltijd op, neem ik aan, want jullie zaten weer met het bordje eten. Gezellig, hè? Dit was het Stadionjournaal. Laters!